België kent een sterke traditie in het voorbrengen van kampioenen in individuele sporten. Ina, Kleisters, de Burggraven, Helleboud, Everts. Maar kent u ook Van Broekhoven, Schmelzer en Verlinde? Nochtans zijn dat ook grote kampioenen die alles voor hun sport over hebben. Het freestyle windsurfen, het zweefvliegen en thaiboksen. Ze werken keihard, maar anders dan de meer bekende namen houden zij daar nauwelijks iets aan over. Wie doet dat dan? De reportage is van Lindel Koer en Gonda de Beulen. Ook Philippe Verlinde leeft voor zijn onbekende sport, thaiboksen. In de categorie min 86 kilo was hij wereldkampioen in 2008 en Europees kampioen in 2009. Toptitels, maar toch blijft Philippe noodgedwongen fulltime werken als bewakingsagent. 5 dagen in de week train ik 4 uur per dag ongeveer. 2 keer per dag, soms 3 keer per dag. En dan als je wedstrijden nog, je moet even rijden als je gaat trainen, als je ergens anders gaat trainen. Dus ik steek er wel een werkweek bijna bij in. Zijn vader Wim, zelf een bokser met pensioen, coacht en traint Philippe elke dag. Het is opwarmen worden, maar uitademen. We ademen uit, omdat als we gaan slagen, waar we onze adem in, dan gaan we dan meer kunnen houden conditioneel. Als een zwemmer moet ritmen hebben om te ademen, moeten we uitademen bij onze slagen. He's from Belgium. Ladies and gentlemen, Philippe Verlinden. Dit is Philippe tijdens een thaiboksgala in Suriname eind augustus. Thaiboksen is bijna hetzelfde als kickboksen, dus er mag getrapt worden met de benen. Maar bij thaiboksen mogen ook ellebogen en knieën gebruikt worden. Je kan winnen op 2 manieren, op punt of op knockout. Dus er is een jury, zit naast, zoals bij het boksen. Je kan hem KO slagen door hem op zijn hoofd, op zijn kin te slaan. Dat zijn knockout punten, zoals we zeggen. Je kunt op het lichaam, de lever, de plexus, iemand zonder adem zetten, dat hij niet binnen de 10 tellen opgeraakt eigenlijk. En dan ben je ook gewonnen op KO. Het is behendigheid, maar je moet ook wel vechtershart hebben. De winnaar van de blue corner, Philippe Verlinden. En dit door middel van een opgave. Omdat thaiboksen geen Olympische discipline is, krijgt de sport zo goed als geen media-aandacht of sponsoring. Nochtans zijn er 5000 amateur thaiboksers in België en zo'n 200 clubs. Ja, het is frustrerend, we zijn niet bekend. Er is geen media-aandacht. En als je dan ziet, als iemand van mijn leeftijd die in lagere klassen voetbalt, die dat elk weekend kan weggaan en doen wat hij wil, een mooie cent bijverdient met zijn sport en ik moet er alles voor doen. Ik moet nog bij gaan werken om rond te komen, om alles te kunnen. In die zin is het frustrerend. Het hoogste dat er te bereiken is, dat is de K1 in Japan. En daar is de eerste prijs, €400.000. Dat zijn de toernooien waar dat geld verdiend wordt. En we proberen ooit daar te geraken. Dus dat kan nog 2 of 3 jaar duren, maar dat is de betrachting om daar ooit aan mee te doen. Uiteindelijk zou ik graag een paar jaar gewoon van mijn sport kunnen leven. Financieel ervan kunnen leven en eens enkel van mijn sport willen leven. En dat zou ik graag bereiken, dat ik uiteindelijk kan zeggen mijn sport is mijn job geworden.